Plantage Marienburg moet opgeknapt en symbool worden van de Hindoestaanse en Javaanse immigranten. Naast het hebben van een toeristische functie moet de plantage beschikken over een klein museum en documentatiecentrum. En moet het bedrijfsterrein gerestaureerd worden. Dit zijn enkele voorstellen van professor Chan Chuni, schrijver van een boek over de gevolgen van de slavernij in Suriname. En onlangs ook uitkwam met een uitgebreid artikel over de opstand van 1902 op de suikerplantage Marienburg. Die actie heeft geleid tot een massagraf van vermoorde immigranten dat nooit is teruggevonden. De gang van de opstand heeft volgens hem vele vergissingen getekend. Hij pleit er daarom voor dat de Nederlandse regering haar excuses aanbiedt. Waar ik voor ijver is het volgende. Er zijn destijds vergissingen gemaakt. De arbeiders wisten niet dat ze echt met scherp zouden schieten. En ook dat ze die graf met kalk hebben overgoten. Ik vind dat daar de Nederlandse regering excuses moet aanbieden. Een tweede punt is dat... op plantage Marienburg bijna 3000 mensen woonden. En een vijfde van de totale aantal Hindoestaanse contractarbeiders heeft daar gewerkt en een kwart van de Javaanse contractarbeiders. Marienburg ziet er nu heel slecht uit. Ja? Marienburg zou als compensatie door de Nederlandse regering, maar ook door de bank ABN AMRO, want het was eigendom van de Nederlandse handelsmaatschappij, later is het ABN AMRO geworden, door de bank ABN AMRO en wat andere financiers opgeknapt worden. Bij de opstand van Marienburg zijn volgens Chuni 16 Hindoestaanse immigranten gelijk doodgegaan, vielen 68 gewonden en stierven 8 mensen later aan hun verwondingen. Na de opstand zijn de doden, naar zeggen van Chuni, net als tijdens de slavernij, neergelegd op de plantage, zodat een ieder kon zien wat hen zou gebeuren als ze de leiding niet zouden gehoorzamen. En ze hebben ook besloten om een massagraf te maken, maar zodanig dat het geen bedevaartsoord wordt. Maar ze hebben dat massagraf met kalk overgoten, ongebloste kalk, want die kalk lost de beenderen op. En die mensen zijn in een massagraf gegooid en dat massagraf is nooit gevonden. Nou, vervolgens zijn de gearresteerden met het lijk van Meva naar Paramaribo gegaan. Ze hebben de Hindoestaanse mensen daar uitgescholden, maar de Nederlandse regering heeft toen gezegd van nee, we moeten niet, dit zijn harde werkers, we moeten ze niet beschuldigen enzovoorts enzovoorts. En het is goed gekomen. Nou, nu is het zo dat men later geprobeerd heeft om de graf te vinden, massagraf te vinden, dat is niet te vinden. Een tweede punt is, er is toen natuurlijk gereconstrueerd wat is verkeerd gegaan. En de minister van Koloniën, Idenburg, heeft toen gezegd van nou ja, de leiding was niet goed, er is onderzoek geweest. De mensen zijn gestraft en een heleboel van die mensen hebben later gratie gekregen. Chuni sprak dinsdagavond bij de bijeenkomst van de Kenniskring, waar hij een presentatie deed over de opstand en eerherstel van Marienburg.